Hey pap. Hey, help, afstand! Goedemiddag en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is nu 11:45. Ik ga zo meteen richting station, want ik ga naar school. We hebben namelijk een assessment die we op school mogen doen. Het is een adviseren assessment, dus wij moeten een opdrachtgever gaan adviseren. Maar die opdrachtgever is dus een acteur die is ingehuurd door school. Dus we moeten gewoon een adviesgesprek met hen voeren. En zij maken het ons natuurlijk wat lastiger, omdat ze bepaalde... hoe heet dat? Even kijken hoor. Bepaalde bezwaren. Dus bijvoorbeeld, je overvalt me hiermee, ik twijfel of dit zo gaat werken. Nou, en dan moeten wij dus daar op een goede manier op inspelen. Best wel spannend. Maar ik heb het goed geoefend, dus het zou in principe moeten lukken. Dus daar ga ik nu naartoe. Dus let's go. Ja. Oké, mijn accu viel weer uit. Ja, die heb ik altijd bij. We kijken nog even onze casus door. Annie is er ook gezellig. Ze moet nog voor mij, dus jij kan me even coachen. Ik zal vertellen hoe ja. En achteraf moeten we ook nog een reflectieverslag schrijven. Dus dat ga ik thuis ook nog even doen. We halen het wel. Ice coffee caramel. Ja? Ja, dat was hem. 6,35 was de bit, maar we naar de eerste gaan. Ja, dankjewel. Hi. With a self-killing, self-optimizer. Oh, ja, dankjewel. Had jij ook een McDate? Yes! Hoi, schat! Tweede ronde. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Ik heb weer een shootdag bij Gossip, dat is echt heel lang geleden. En ik heb er heel veel zin in. Dus ik ga eventjes eten. En als ik thuis kom, moet ik echt ook nog even aan school zitten. Want er zijn een aantal dingen die ik voor volgende week moet inleveren. En papa en ik zijn deze week jarig. Dus dat vieren we dan het weekend. En ik heb geen zin om dan nog dingen voor school te doen. Zo, dat. Ik ga even eten. Oké, het shoot is erop. Ik heb een hele grote tas met bestellingen die ik nog even rond ga brengen. En dan ga ik zitten aan school. Ik heb niet meer zoveel gefilmd vandaag. Ik ben thuis gekomen van het werk en toen heb ik, aan school gezeten. En wij gaan zo meteen eten. Lekker zalmpje. Maar we wachten nu nog eventjes op de persconferentie. Die begint om 7 uur. En dan... we weten al dat we 3 weken langer in lockdown gaan. Maar of de maatregelen ook nog strenger worden, dat is de vraag van vandaag. Maar dat hoeft niet. Hij zijn mooi genoeg. Buiten een mening. Wij hebben lekker een flinke pan met zalm. Aardappels. En broccoli met kaas. Oké, het is nu 10:30. Ik ga me lekker klaarmaken voor bed. Er zijn niet heel veel, eigenlijk geen hele nieuwe ingrijpende maatregelen. Wel voor middelbare scholen iets met 1,5 meter afstand. Of tenminste 1,5 meter afstand. Maar gelukkig is er geen avondklok ingesteld. Wat in eerste instantie wel de roddel was. Aan de andere kant denk ik ook van ze kunnen dat beter wel gewoon doen. Gewoon een flinke tijd even goed tegenaan met maatregelen. Dat het gewoon wat sneller ingedampt kan worden, zeg maar. Maar goed. It is what it is. Ik ga me klaarmaken voor bed. Morgen is papa jarig. En morgen ga ik ook foto's maken met Isa voor mijn verjaardag. Want ik ben zaterdag jarig. Dus dat moet nog even gebeuren. Tenminste, dat moet. Dat vind ik leuk. En volgens mij weten dat heel veel niet. Maar mama is in die older days naastenlisten geweest. En aangezien mijn uitgewin echt verschrikkelijk is. En de nagelstudio's dus nog steeds dicht zijn. Gaat ze morgen ook even mijn nagels doen. Dus dat is fijn. Ik ga me klaarmaken voor het. Goedemorgen. Het is 9:15. Mama gaat even mijn nagels doen. Ik ga even kijken of papa nog thuis is, want die moest eigenlijk werken. Is papa er nog?
Ja, niet ruimen. Ja. Gefeliciteerd met je papa. Gefeliciteerd met je man. Dan moet hij knap buiten. Als nee. Je gefeliciteerd. Ja, nou, kom even knuffelen. Ja, maar ik heb geen schoenen aan. Hey, stoppen. 62 jaar, hè? Dus erg, ik heb het gevoel dat mijn pensioen moet. Je bent gewoon gemiddeld 10 tot 15 jaar ouder dan de gemiddelde ouders van mijn generatie. Ja, erg. Ja. Dit zijn dus alle lakjes van mijn zus. Die heeft net zoals mama destijds ook de opleiding gedaan. Ja, dit is echt helemaal top. Is het klaar, toch? Of ja, het is nou wel... Ja. Even snel zo laten zien. Veilig. Dit is zo ontzettend mooi, hè, mam? Ja? Ja, ik ben er heel erg blij mee. Fijn. Heel erg blij mee. Ik ben bij Is. Wij gaan eventjes mijn haar doen. In een, ja, hoe heet dat? Lok. Bella Hadid ponytail dingen naar de zijkant. We gaan even kijken of het lukt en dan gaan we wat... Wat is jouw natuurlijke scheiding? Dit zeker? Ja, ik heb niet echt een scheiding. Het valt gewoon... Ik heb het vallen niet echt. En dan gaan we naar een soort industrieterrein en parkeergarages en... That kind of places, you know. Wil je dit stuk of wil je dit er ook nog bij? Dit. Dit, hè? Ja. Eerlijk, echt goeie. Met wie heb je die gemaakt? Van mezelf? Alleen. Je bent niet oké. Het is best cute. Oeh, ik vind... Het is echt al de derde keer of zo. Oké, okay, mijn haar is gedaan. Het zit dus in een look en dan hier aan de zijkant. Met gel helemaal glad gekamd. En ik heb dus een mega groot pak aan. Is dat scherp? Het idee is dus een beetje om zo op de grond te zitten. Hij staat niet scherp. Zo ergens op een parkeergarage of industrietrein. Zo'n beetje nonchalante foto. Dat is het idee. We gaan zien hoe dat in werking gaat. Kom helemaal goed. En dan gaan we vertrekken. Oké, okay, we hebben foto's gemaakt. Isa is haar telefoon kwijt. Ja. Oké, okay, ja, ik was... Wij gaan nu naar... Zo lijkt het wel een beetje een... echt een bolletje. Maakt niet uit. Gaan we naar Isa even de boel uitzoeken. En dan gaan we vanavond gezellig genoeg papa's verjaardag even vieren. Taartje eten. En that's it. It's a... Hoe zegt ze dat? It's a wrap! Maar ik kan me voorstellen... We hebben lekker sushi besteld. En jij zegt van... Genieten. Mag ik van allebei? Ja, dat kan ook. Ik denk dat deze heel machtig is. Dat je dat... Mm-hmm. Ja, wij hebben lekker een chocolade mousse taartje. En een crème of lui. Oké, okay, we hebben lekker gegeten. Het is nu 9:30. Ik ga even douchen. En ik heb zo ontzettend veel foto's. Misschien wel 60. Dus ik ga ze even moeten uitzoeken welke ik ga gebruiken voor mijn verjaardag. Ik vind ze wel heel erg leuk. Ja, oké. Okay. Ik ga lekker douchen. En dan naar bed. Ik ben kapot. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. En Liz en Anne komen naar mij om projectdag, om aan het project te werken. Dus we hebben een projectdagje. Ik heb er zo geen zin in. Maar volgens mij moeten we 22 januari volgende week al onze materiaal, ja, al ons materiaal inleveren. Dus we moeten echt nog even aan de bak. En ik heb gezien op het nieuws dat het waarschijnlijk gaat sneeuwen dit weekend. En dat zou ik helemaal geweldig vinden. Dat zou echt het ultieme verjaardagscadeau zijn voor mij. Oké, okay, we zijn nu een uurtje bezig. Maar we gaan lekker even lunchen. We hebben een courgette soepje. Broodjes, kom maar door. Het is nu, oh mijn god, het is al 3:30. Ja, ik dacht 3 uur. Nee, dat, was, dat zei ik een half uur geleden al. Nou, we hebben best wel veel gedaan, maar het schiet gewoon niet helemaal op. Het is verschrikkelijk, maar we hebben nog 1,5 uur. We gaan tot 5, toch? Wel. Ja, we gaan lekker door. Oké, okay, het is 5 uur. De meiden zijn net de deur uit. Ik zoek even een lange aansteker. We hebben echt van 12 tot 5 aan ons project gezeten.
Je moet echt niet te makkelijk denken over deze opleiding, want het vergt echt wel veel tijd. Is ook gewoon een voltijdstudie, maar goed. Ik ga even een aansteker zoeken. En dan zit deze dag er ook weer op. Alles kwijt altijd. Oh, hier. Goedemiddag. Het is vandaag vrijdag. Even tellen. Quinn en ik zijn even foto's aan het maken voor dit pakje van Women's Best. We gaan even naar een industrieterreintje om daar wat content te schieten. Dus dat gaan we doen. Ja. Kom, Rijkel. Ik kom. Oké, okay, we hebben foto's gemaakt. Het staat donker. We hebben even de salon. Oh. Het schuurtje bij mij opgeruimd, gestofzuigd, gepoetst, bla bla. Want vanavond gaan we met de babes even gezellig een drankje doen. Ben ik op 12 jarig. Dat is gezellig. We gaan nu even naar de Plus om wat plastic cups te halen. En dan ook even wat eten halen. Want we worden alweer chagrijnig tegen elkaar. Omdat we allebei verrekken van honger. Van het trek. Wij hebben hier geen honger. Kindjes in Afrika hebben honger. Wist je nog altijd dat de hallo-leraar dat zei tegen ons? Ja. Nou, wij gaan lekker eten halen. Oh my lord. Ik lees dit dus nu op Facebook. Ik vind het zo leuk. Jij vindt het verschrikkelijk, hè? Ik hou van de sneeuw. Als ik morgen wakker word en dit is oprecht gewoon wat ik zie. Nou, ik ga helemaal door het lint. Hoe is het met je huid? Ja, goed. Heb jij wist dat de olie nog gebruikt? Ja. Dat merk je met schoonmaken. Ja. Dat is lekker zacht, hè? Ja. Ja, goedemiddag. Nee, morgen is het nog. Het is zaterdag. Het was gisteren echt ontzettend gezellig. Ik ga me even klaarmaken. Ik spring even onder de douche. En dan komt Steve gezellig met Alexje. Om nog mijn verjaardag te vieren en 's avonds. Kom maar niet naar de Isa, ook gezellig nog even langs. Ik zie er echt brak uit. Ik heb van mama en papa echt een ontzettend mooie oorbel gehad. Het is de voorste met zo'n zwart pareltje hier. Echt prachtig. En dan vind ik het juist leuk om gewoon aan één kant te dragen. Omdat beide kanten verschillend zijn. Echt ontzettend mooi. Echt blij mee. Oh, kijk eens. Ja hoor. Mooi hè, Alex. Kijk eens, sneeuw. Oh, ik word hier zo ontzettend gelukkig van. Kijk even. Alles wit. Echt geweldig. Ik kan me niet meer de laatste keer herinneren dat het sneeuwde. Maar dit is echt... helemaal top. I'm happy. Oh my lord. Kleine tussenstand. Papa is een kartonnen huis aan het maken voor Alex. Oh. Kikaboe. Hallo. Oh, kleine smiegel. Mag ik er vanmiddag bij je kop koffie komen drinken? Nee. Nee. Alex. Hallo. Hey. Waarom heeft hij? Oh lief. Die balletjes ook aan zijn muts. Dat is echt schattig. Balletje. Wij gaan lekker een sneeuwwandeling maken. Daar gaan we het doen. Deze kleurencombi is niet zo helemaal goed, maar... Oh mam, ik word hier zo gelukkig van. Ik ben toch een fashion diva. Bedankt. Kijk wat tof. Hey, loopt daar een klein sneeuwmannetje? Alex, ja? Alex, kijk dan. Wat is er, Alex? Alex. Nee, omdat jij op staat. Kati hier. Kati hier? Moet ik op het voetpad? Hey pap. Afstand, hè. Gaat het? Hey, wel op afstand! Wel op afstand! Heel ons dak bedekt met sneeuw en de lucht is een beetje roosachtig of zo.
Zo ontzettend mooi. Goedemiddag, het is vandaag zondag. Het is 1:00 en ik was om 11:30 pas wakker. Gisteren lag ik pas om 3:00 in mijn nest. Maar ik heb wel gezellig nog een drankje gedaan met Nien en Is. Dus dat was heel erg gezellig. En het is nu 7 graden en de zon schijnt vol. Dus helaas is de sneeuw niet blijven liggen. Ik dacht door een lockdown. Maar dat was niet het geval. Die grap maakte mijn broer gisteren, maar die is nu iets minder grappig. Maar oprecht, omdat het gewoon op mijn verjaardag is gaan sneeuwen. En ook alleen die dag heb ik echt een voorgevoel dat het gewoon een goed jaar wordt. Ik weet niet waarom, maar dat voel ik gewoon. Daar. Hey. En is die kou een beetje frisser? Ja. Hij is goed, toch? Ik vind het sterk en zuur. Ja, ik vind het lekker. Dat vind je wel lekker, hè? Ja. Ik ga zo meteen even mijn kamer opruimen en stofzuigen. Afstoffen. En de... Oh ja, en de salon. Zul ik jou daar even mee helpen? Ah. Met z'n tweeën. Dat is wel leuk met z'n tweeën. Is die zo vies dan? Nou, er ligt alleen wat drank op de grond, denk ik. Even dweilen. Oké, zullen we starten? Oké, dan ga ik even het nieuws kijken. Het is 1:00, ga je nu het nieuws kijken? Ja, dat is allemaal van... Op zondag is dat allemaal van die... Echt shock trouwens dat het hele kabinet gewoon is afgetreden. Ontslag heeft ingediend. Ja. Maar dat is dan toch eerder een soort gebaar, een vorm van excuus of zo. Want ja, in principe... Ze kunnen zo weer verkozen worden. Ja, en ze werken nu ook gewoon door. Ja, leven met de corona. Ja, snap ik, maar... Ja, anders hebben we geen regering, maar... Precies. Heftig. Kunnen we poetsen? Wij gaan poetsen. Oké, alles wat ik moest doen vandaag is gedaan. Ik ga eventjes mijn wenkbrauwen nog verven. Volgende week heb ik een afspraak weer bij de kaakchirurg, want dan wordt mijn andere verstandskies getrokken. Dus ja, dat moest sowieso nog een keer gebeuren. Dus dat staat volgende week op de planning. mijn stem is alweer een beetje terug. Ik heb gewoon zaterdag zo hard meelopen schreeuwen op de muziek. Maar gelukkig was het wel heel gezellig en heb ik ook een leuke verjaardag gehad. Ik ga zo meteen lekker eten. We hebben nog Grieks over van gisteren. Dus dat ga ik warm maken. En dan ga ik lekker de vlog editen. En dan gooi ik hem gewoon online als ik hem af heb. Want het is toch best vroeg. Volgens mij is het 5:00. Oh ja, mijn iPhone 8 Plus staat nog steeds te koop. Ik heb hem nog steeds niet kunnen verkopen. Hij komt uit 2019 en heeft 64 gigabyte. Dus mocht je interesse hebben, stuur mij dan even een berichtje, want hij is nog steeds for sale. Zo, mijn wenkbrauwen zijn weer netjes. Ik heb lekker gegeten. Ik ga lekker de kaarsjes aanzetten in de kamer. De boel editen. Daarna Keizersvrouwen kijken op Netflix. Echt een super spannende serie. Echt een aanrader. En dan ga ik morgen shooten weer bij Gossip. We gaan een stijlvideo maken, dus daar heb ik zin in. Dus, hartstikke bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en dan zie ik je heel graag volgende week. Doei!